Wij willen ijs. Ja toch, wie houdt er niet van heerlijk smaken ijs? En het allercoolste is natuurlijk om je eigen ijs te maken. Klinkt misschien moeilijk, is het echt niet. Kijk even wat je ervoor nodig hebt. Twee soorten fruit. Je kunt vers fruit kiezen. Ik heb bevroren fruit gekozen wat nu ontdooid is. Dat is dan wel even belangrijk. Vanillearoma, suiker en een beetje vanillesuiker. We gaan beginnen met het verwarmen van water met suiker. Vanillesuiker erbij. En de suiker. Zo. Dan wacht je even tot het kookt. We zijn nu eigenlijk een suikersiroop aan het maken, want je zult zien dat zo meteen de suiker helemaal is opgelost. Ah, kijk, het kookt. Met vanillearoma gaat het nog lekkerder ruiken, dus dat doe ik er ook bij. Dit laten we even afkoelen. Dan gaan we nu door naar de volgende stap. We gaan het fruit pureren. En voordat je naar de volgende kleur gaat, zorg dat dit helemaal schoon is. Anders krijg je geen geel. Dus even kijken of onze siroop al is afgekoeld. Ja, dan gaan we het erin gieten. Het lijkt nu gewoon twee kannen smoothies, maar ik ga dit omtoveren tot ijs. En dat doe ik met een zeefje. En gewoon twee plastic bakjes. Door naar de volgende kleur. Oh, dit gaat zo lekker worden. En deze gaan even een nachtje in de vriezer. En jongens, ik weet dat het is lang, maar het is zo lekker. Geloof me, het is het wachten waard. Tadaa, zo zien ze er dan uit. Dit snij je in grote stukken. Deze blokken doen we in de keukenmachine. En mix maar. Je moet hem niet te hard zetten, want dan gebeurt dit. Dan zetten we hem aan. En de reden dat ik het nu even mix, is omdat we hier sorbetijs van gaan maken. En door het extra te mixen, wordt het extra luchtig. Kijken, ja. En dan doe ik hetzelfde trucje met de frambozensmaak. Daar gaan we. Zo. Deze doen we ook in de bak. Dan gaat het leukste onderdeel beginnen. Ijsbolletje scheppen. En truc, doe eventjes je ijsschep in heet water. Dan kan je een extra mooi bolletje maken. Dan ga ik de ijsbolletjes oppimpen. En dat doe ik met een klein beetje siroop. En slagroom maakt natuurlijk alles lekkerder. Nog een beetje siroop eroverheen. Sprinkles. Je kunt ook je eigen prikkers maken door tekeningen op satéprikkers te plakken. Je kunt ook mijn tekeningen downloaden, maar het leukste is natuurlijk om je eigen tekeningen te maken. Zo maak je je eigen sorbetijs. Een feestje om te maken en een feestje om te eten. Dus ik ga meteen proberen. Mmm, heerlijk. Zo heet. Het liefste zou ik op de Noordpool tussen de ijsberen willen zitten. En precies zo ben ik op het idee gekomen om ijsbeerijs te maken. En wat heb je daarvoor nodig? Winegumbeertjes en siroop. Eerst maak ik limonade. Nou, je weet hoe dat gaat. Een flinke scheut siroop in het water. Goed roeren. En dan een heel klein laagje in de ijslollyvormpjes. Echt maar heel weinig. Je hebt niet veel nodig. Zo. Dan ga je de winegumbeertjes erin gooien. Zo. Oeh. Het regent ijsbeertjes.
En ik heb trouwens allemaal mooie kleuren rood, oranje en geel uitgekozen. Je kunt natuurlijk ook allemaal groene doen. Precies wat jij leuk en lekker vindt natuurlijk. Nog een beetje limonade eroverheen gieten. Zo, nog een paar winegumbeertjes erin. Zo, ijsstokje erin. En dan gaan ze een nachtje in de vriezer. Allee, allee, allee. Maar we gaan natuurlijk niet een hele nacht wachten. Jullie zijn vast ook heel nieuwsgierig om te weten hoe ze eruit zien. Tadaa! Je zelfgemaakte ijsbeerijsjes. En zijn ze niet super cute geworden? Wat vind jij, Miss Sunshine? Dit had ik wel verdiend hoor, deze afkoeling. Mmm, heerlijk. Voor deze ijsbeerijsjes en nog veel meer zomersweets, check zep.nl/Jill. Mmm, fijne zomer! Teken je leven. Ik heb zoiets leuks bedacht. Dit wil jij thuis ook gaan maken. We gaan namelijk mini-ijsbombes maken. Gewoon van yoghurt. Wat heb je nog meer nodig? Chocola, mooie pareltjes. Jam, volle yoghurt. En vers gebakken cake. Maar je kunt ook gewoon bij de bakker een cake halen. Wat gaan we als eerst doen? We gaan deze cakevormpjes vullen met yoghurt. Maar daarvoor gaan we eerst de yoghurt mengen met de jam. Dit giet ik in de vormpjes. Niet te veel, want je moet nog een beetje overhouden. Dit wordt de bovenkant van onze ijsbomben. Nu gaan we het onderkantje maken en dat doen we met cake. Nou, we snijden een stukje af en dan heb ik hier een klein glaasje. En dat gebruiken we om een mooie ronde vorm uit te snijden. Dit rondje plaats je op de yoghurt en dat doe ik dan bij alle drie. Dit gaan we 6 uur in de vriezer zetten. Dat klinkt lang, maar dat is wel nodig, want dan kan het ijs lekker hard worden. Wij kunnen ondertussen alvast de versiering gaan maken met chocola. Daarvoor gaan we hem eerst even smelten. Uiteraard OBM-Marie. Kijk, je ziet al een heel mooi kleurtje ontstaan. Het matcht perfect bij mijn outfit. De chocola is gesmolten. En nu ga ik het gieten in deze spuitzakken. Maak er even een goede knoop in, dan kan het er ook niet uitlopen. We hebben 2 mooie spuitzakken met echte ijskleuren. En hier gaan we ijskristallen van maken. Zo, ik heb een heel klein puntje af. Maak een kruisje. Daartussen nog een kruisje. En dan op ieder tweede stokje teken je een streepje. Dan doe ik er een pareltje op, want het draagt heel snel. Zo, deze laten we even hard worden. En ik heb gisteravond al een paar ijsbombers en ijskristallen voorbereid. Wat doe je? Je pakt een mooi schaaltje. En je drukt de ijsbomber eruit. Kijk, dit is toch prachtig? Dan pak je een beetje jam. Dat is eigenlijk de lijm voor de chocoladekristallen. Heel voorzichtig dat ze niet breken. En die druk je dan op de ijsbomber. Tada! Kijk nou hoe cute die geworden is. Ik wens jullie heel veel plezier met het maken van deze ijsbomben. Mmm. Vandaag gaan we confetti maken, maar dan van ijs. Hoe leuk is dat? En wat heb je er dan voor nodig? Nou, sowieso lekker vers fruit, vanillesuiker, citroen, normaal suiker en een beetje yoghurt. Ik heb hier een pannetje met kokend water. En daar doen we dan vanillesuiker bij en het normale suiker. Dan ga je net zo lang roeren totdat je geen suiker meer ziet. Dan doe je het fruit erbij en een splash van het citroensap. En dan ga je pureren. Als je dan geen stukjes fruit meer ziet, dan ga je het eventjes zeven. Nou, nu heb je heerlijke mango puree gemaakt. Per iedere 2 scheppen mango, dus 1, 2, doe je 1 lekkere grote schep yoghurt. Zo weet je altijd zeker dat de verhoudingen goed zijn. Dan giet je het in een poffertjesfles. Zo,
Dekseltje erop. En met dit mango mengsel gaan we dus zo meteen ijsconfetti maken. Ik heb nog een paar mooie kleurtjes voorbereid. Bosvruchtensmaak en citroensmaak. En hiermee gaan we dus confetti spuiten. Normaal zit hier natuurlijk een vaccinekaarsje in. Nu gebruiken we het hulsje om ze op de hoekjes te plaatsen. Dan kun je er heel makkelijk nog een snijplankje op zetten met een bakpapier. En op deze manier kan je het straks lekker makkelijk in de vriezer zetten. Dit gaat nu eventjes 3 kwartier in de vriezer. En natuurlijk wel voorzichtig dragen, want het zou jammer zijn als op het laatste moment al je confetti op de grond valt. Oeh, ja hoor. Perfect bevroren. Ja, en nu is het een kwestie van meteen eraf schrapen, want het gaat natuurlijk hartstikke snel ontdooien. En om het helemaal af te maken, doe ik ook nog een lekkere dot slagroom eroverheen. En tip, strooi er nog wat lekkere sprinkles overheen. En trouwens, deze sprinkles heb ik zelf gemaakt. Wil je weten hoe? Check eventjes mijn video op YouTube. Kijk dan, dit is toch fantastisch? En ik wil natuurlijk wel meteen even proeven. We gaan de meest super sweet droommilkshake ever maken. En niet zomaar een droommilkshake, nee. Hij is vegan. Weet je wat dat is? Ja, dat is toch zonder dierlijke producten. Dus geen melk en eieren en al dat soort dingen erin. Precies. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, ijs op basis van rijst, kokoscreme, aardbeien, rijstmelk, witte chocola, pareltjes en natuurlijk, tadaa, heel veel lekkere spekjes. Als jij de aardbeien pureert zonder kroontjes natuurlijk, ga ik slagroom maken van de kokoscreme. Een heel klein beetje suiker. Zo. Ik heb een heel leuk trucje. Ik ga mixen met ijskoude gardes. Kijk, ze zitten in de vriezer. Kijk, moet je voelen hoe koud ze zijn. Oeh. Ja. Oké, nu gaan we lekker mixen. En trouwens, de kokoscreme die komt ook uit de ijskast. Oké, en ik mag deze pureren. En jij gaat lekker pureren. Lekker dan. Nou, ik ga de slagroom roze maken met een beetje kleurstof. Dit wordt wel echt roze. Ja, natuurlijk. Wow. Leuk, hè? Is dit een mooi kleurtje? Heel leuk. Ja. Ja, het ziet echt heel lekker uit. Oké, en nu gaan we dus de basis van de milkshake maken. En dat doen we met ijs. De melk. Ja, dit is helemaal goed. Oké, nou, nu gaan we door naar de volgende stap. We gaan dit verdelen. Hier gaan we 1/3 hierin doen, zo ongeveer. En 1/3 bij de aardbeien. Nou komt het leuke. Kijk, dit is wit, roze, de. Maar wat gaat dit worden? Blauw! Dat is echt ook waar? Een van jouw lievelingskleuren. Een blauwe milkshake? Ja, natuurlijk. Dat is leuk. Oké, ik doe blauw erbij. Dit is echt net te over. Kijk, nu is hij wit. Een heel klein beetje blauw. Zo, ik maak een hartje. Wauw. Ja! Dit is ook echt een tof kleurtje. Ja, dit lijkt gewoon echt een beetje op de zee. Oké, zoals dit is dus de milkshake. Die leggen we even aan de kant. Mm-hmm. Want kijk, dit zijn natuurlijk een beetje saaie glazen. Die gaan we oppimpen. Ik heb hier gesmolten witte chocola. Nu gaan we de glazen dippen. Kijk, doe het even. Je dipt hem in de chocola. Bij Zep Live bakken jullie ook wel veel, toch? Of niet? Jazeker. Ja, we hebben Pierre die natuurlijk wel eens langskomt. En dan wordt er heel veel gekookt en geknutseld in de keuken. Maar ben je dan niet altijd aan het snoepen in de ochtend? Nou ja, hij maakt heel veel gezonde dingen. Dus dat is wel heel fijn. Hé, maar ben jij een beetje een ochtendmens? Want Sepp blijft altijd super vroeg, toch? De wekker gaat om 5:15, 6:30. Oh, 5:15, dat is gewoon midden in de nacht. Ja. En dan stap ik echt in mijn pyjama in de auto. En dan denk ik, ik zie straks wel wat ik dan aantrek. Ik heb gewoon een tas mee, daar zitten mijn kleren in. En dan rijd ik dus naar Sepp Live toe. Daar pas word ik een heel klein beetje wakker. Maar tot die tijd ben ik echt nog een beetje in een soort niemandsland. En dan eenmaal als Sepp Live dan begint, ja, dan word je vanzelf natuurlijk wel wakker. Want er zitten allemaal kids en die maken allemaal heel veel lawaai. Die maken allemaal herrie, die klappen hard. En dan denk je, oh ja, we zijn er weer. En dan word ik pas echt wakker. Nice. Ja, ziet er top uit, Sas. Ja, toch? Super. Deze gaan even in de koelkast, dat ze lekker hard gaan worden. Ik heb al een bakpapiertje klaargelegd en je legt ze op de kop. Zo. Oh, anders druipt natuurlijk alles weg. Ja. Wat slim. En... Yay! Oh. Kijk dan, cute, hè? Dit is toch helemaal lekker. Leuk. En koud. Ja, en ik had bedacht, als we nou 3 lagen in onze droomshake doen. Dus dan beginnen we met blauw aan de onderkant. Mm. Zo. En kijk, dit is een heel handig lepeltrucje. Je giet hem heel langzaam op de lepel. Ah, oh, want anders mengt het er al gelijk doorheen. Precies, ja. Wat tof. Nu gaan we de witte milkshake eroverheen doen. En we weer met manier, diezelfde hè? Truc. Ja, precies.
Kijk, al die mooie kleuren door elkaar. Nou, dan doen we nog een paar roze wolken als finishing touch erop. Maar dit is ook dit is echt slagroom. Ja, dit is echt slagroom. Die van jou is wel echt helemaal aan het overstromen. Ja, zou ik je helpen? Moet die van mij ook? Ja, tuurlijk. Lekker veel. Heerlijk, toch? Wow. Nu gaan we door naar het versieren. Dus kom maar door met die pareltjes en de spekjes. Weet je wat ook een leuk truc is? Als je met satéprikkers in een spekje prikt, kijk zo. Ja. En je doet hem dan zo in. Kijk. Oh, dat is leuk. Leuk, hè?